Nu, wanneer hebben we noodanticonceptie nodig? Dat kan zijn bij een vergeten pil. Maar wat is een vergeten pil? Een vergeten pil wordt eigenlijk gedefinieerd als 36 uur tussen de inname van de twee tabletten. Een voorbeeldje, je neemt maandagochtend om 9 uur je pil. Als je tegen dinsdagavond 9 uur of 21 uur deze nog steeds niet genomen hebt, dan heb je eigenlijk 24 uur daarna dinsdagochtend deze niet genomen. En dan 12 uur daar nog eens bij, dus 's avonds, dan zit daar 36 uur tussen. Dan heeft het niet veel nut meer dat je die toch nog neemt. Dan wacht je beter tot woensdagochtend 9 uur. Maar dan telt dit natuurlijk wel als een gemiste dosis. Eenmalig is gelukkig bij een combinatiepil niet zo erg. Die marge is wel ingecalculeerd en die heb je wel. Maar er zijn wel een paar uitzonderingen. Neem je bijvoorbeeld de minipil, zoals Jan het er juist al had. Deze is heel betrouwbaar, maar doordat die lager gedoseerd is en enkel het progestageen bevat, is deze wel veel gevoeliger aan het vergeten van een dosis. Ben je te laat gestart met de pil na de stopweek? Ja, dat is ook je vruchtbaarste week en je hebt daarvoor geen doseringen van pil die jou kunnen beschermen. Dan is het ook nodig om actie te ondernemen. Of je bent afhankelijk van de week twee of meer pillen vergeten, dan kan dat soms ook nodig zijn. Nu, wanneer neem ik wat? Het is me niet zo duidelijk. Daar is gelukkig wel een schemaatje voor gemaakt. Mensen die de pil nemen of die bijvoorbeeld een vaginale ring of een pleister hebben, kunnen dat schemaatje heel gemakkelijk volgen. In de eerste week na de menstruaties ben je het meest vruchtbaar, want je eisprong is rond de 14e dag en de menstruatie start op de eerste dag. Dus na de tweede vergeten pil in de eerste week kan het wel nodig zijn om naar noodanticonceptie te grijpen. Uiteraard mag je gewoon de volgende dag verder gaan met je klassieke anticonceptie. Ga je in week 2 pillen vergeten, dan mag je al tot 4 gaan voordat je eigenlijk moet resorten tot noodanticonceptie. En bij week 3 zit je zo dicht bij je menstruatie dat dat zelfs eigenlijk niet nodig is. Hou er wel rekening mee dat als je toch naar die noodpil moet grijpen, dat het wel belangrijk is om tot 7 dagen daarna ook een condoom te gebruiken. Want er kan nog steeds een risico zijn dat je pil niet optimaal beschermt de eerste 7 dagen na onderbreking. Nu, welke noodanticonceptie is er eigenlijk allemaal? We hebben verschillende soorten. Twee daarvan zijn in pilvorm, op basis van ulipristal of levonorgestrel. De andere is het spiraal. Die telt ook als noodanticonceptie. Ulipristal geeft je 5 dagen na contact, zal deze de ovulatie nog steeds kunnen uitstellen. Levonorgestrel gaat dit slechts 3 dagen doen. Ik spreek hier over de ovulatie uitstellen, want dat is het enige wat hij kan doen. Vanaf dat er natuurlijk al ovulatie geweest is en er is innesteling, doet de noodanticonceptiepil ook niks meer. Dus mijn advies is: snelle inname is zeer belangrijk. Let wel op bij Ulipristal of Ella-One, dat is een merknaam. Hangt de werking wel samen met ook de zuurtegraad van je maag. Dus als je maagzuurremmers ook neemt, omeprazool of pantoprazool zijn daar voorbeelden van, dan moet je ook 24 uur wachten alvorens je de Ella-One kan innemen. Ulipristal gaat bij inname ook nog eens zorgen voor een verminderde werking van jouw anticonceptie die je al neemt. Dus in plaats van 7 dagen moet je zelfs tot 14 dagen lang een condoom gebruiken alvorens dat je zeker bent dat je bescherming terug optimaal is. Ook sommige antiepileptica zorgen voor een verminderde werking van zowel het levonorgestrel als van de ulipristal, waarbij dat men soms vermoedt dat een dubbele dosis levonorgestrel niet voldoende zou zijn. Dus adviseer je daar ook over, moest dit het geval zijn als je antiepileptica neemt. Levonorgestrel gaat de piek uitstellen van het luteïniserend hormoon, maar als de piek van het luteïniserend hormoon al gebeurd is, dan is het te laat. Bij ulipristal, de Ella-One, die dus ook iets langer je zekerheid biedt, kan deze zelfs net voor ovulatie nog de ovulatie remmen. Qua bijwerkingen zien we eigenlijk verstoring van de bloedingen. Dat kan zowel vroeger als later zijn dat je dan je menstruatie zou krijgen of eventueel wat spotting, wat buikpijn, misselijkheid, gevoelige borsten en vermoeidheid of spierpijnen. Wat ook logisch is, want je werkt op dat hormonaal stelsel. Dus die bijwerkingen liggen eigenlijk heel hard in lijn met de gewone klassieke anticonceptiepil. Meermaals innemen van noodanticonceptie, dat wordt soms gedaan, omdat je meerdere pillen bent vergeten. Het kan altijd gebeuren natuurlijk. Weet dat dat eigenlijk
als je dat toch moet doen, probeer dan bij dezelfde noodanticonceptie te blijven. Want uliprystal, dus de LA1, werkt ook tegen de levonorgestrel. Dus als je uliprystal neemt, neem dan nadien terug die uliprystal, want je Norlevo of levonorgestrel gaat eigenlijk niet werken als je daarvoor net uliprystal genomen hebt. De enige noodanticonceptie trouwens die eigenlijk nog na de eisprong ook kan tegenhouden, is ook het spiraal. Die kan tot 5 dagen na onbeschermd contact geplaatst worden en die heeft een zwangerschapskans van minder dan 1%. Dus bij twijfel contacteer je arts, vraag het aan je apotheker, maar voor een spiraal moet ook sowieso een afspraak gemaakt worden. Dus is het belangrijk van zeker goed informatie in te winnen. Een bijkomend voordeel is als je dan toch die spiraal laat plaatsen als noodanticonceptie, je bent ineens ook langer gerust. Dus je moet de komende cycli je daar dan ook geen zorgen meer voor ma in maken. Nu, je hebt noodanticonceptie nodig, met uitzondering van het spiraal dan. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Dat is zonder voorschrift te krijgen en dat is terugbetaald. Eigenlijk volstaat het gewoon om met je identiteitskaart naar je apotheker te gaan, want er kan geen terugbetaling zijn als er geen rijksregisternummer is. En de apotheker gaat u wat vragen stellen en op basis daarvan gaat hij met jou beslissen of het geschikt is om een noodpil in te nemen of niet. Je zal dan ongeveer 8 euro als je geen mutualiteit hebt of 1 euro met mutualiteit voor levonorgestrel betalen. Voor de uliprystal ga je 25 euro zonder mutualiteit betalen of 16 euro indien je mutualiteit hebt.